Je hoort gewoon al je gesprekken op straat. Shit. En het is echt best wel hard, ja, hè? En de politie heeft ook 5 minuten voor de deur gestaan en gewoon alles gehoord wat we aan het zeggen waren. Het was echt, oh mijn god, wat moeten we doen? Ja, ik ga door. Yes. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Club Hub. In onze laatste maand gaan we jou nog 1 keer de allergrootste gasten laten zien. En vandaag heb ik een van de meest populaire vriendinnenkoppels van YouTube te gast. Ik heb het over niemand minder dan Curly's blog. De 15-jarige Jade en Gina zijn al sinds kinds af aan beste vriendinnen en runnen samen hun succesvolle kanaal Curly's blog. Met bijna 500.000 abonnees zijn deze Amsterdamse Blair en Serena super populair. Maar is hun leventje echt zo perfect? Daar komen we vandaag achter in het biechthok. Mag ik een hard applaus voor Curly's blog? Yes! Girls, leuk dat jullie er zijn. Welkom in mijn biechthok. Dankjewel. We gaan jullie zo meteen vragen stellen aan de hand van de zondes. Maar ik ga eerst even kijken hoe goed jullie elkaar kennen. Dus jullie krijgen van mij allebei een bord met 2 hoofdjes erop. En dan is het aan jullie om aan de camera te laten zien wie er het meest bij het statement past. Klaar voor? Ja. Yes. Wie heeft de beste stijl? Wie is het populairst? Oh mijn god, ik weet het jij niet. Jij mist volgens op Instagram van ons 2. Ja, okay, dat is waar. Wie zou er het eerst stoppen met Girly's blog? Oeh. Eerlijk antwoorden. Ik weet het echt niet. Ik ook niet. Ik heb echt oprecht geen idee. Ik denk dat als we stoppen, dat we letterlijk samen stoppen. Letterlijk samen. Oké, dan doe jij die en doe ik die. Ja. Wie zou als eerste jullie vriendschap laten vallen voor een vriendje? Niemand. Ik moet een antwoord. Ik weet het oprecht niet. Oké, hele slimme tactiek. Wie zou er als eerste liegen tegen haar ouders? En wie is er wel eens jaloers op de ander? Ze zijn allebei niet zo jaloers nee. op elkaar. Even echt goed na te denken. Ze zijn allebei echt nooit jaloers. Nee. Nou, ik ben wel jaloers op je schoenen. Ik ben jaloers op je schoenen. Dus, oh nee, wacht dan. Ik. Oké, dus die gaan voor Gina. Ja, jullie zijn eigenlijk wel heel eensgezind in de antwoorden. Ja, hetzelfde. Nee, we hebben gedachten. Eén mind. Ja, want dat heb ik altijd. Jullie zijn natuurlijk vrienden op YouTube, hele goede vriendinnen. Mm-hmm. En dan denk ik van, ja, is er dan in het echt nooit ruzie? Want ja, jullie moeten natuurlijk nu ook vriendinnen zijn. Nee, het is wel echt. Ja, ik wil vriendinnen met haar zijn. Echt vreselijk. En dan zou je natuurlijk ook niet al die vlogs natuurlijk kunnen spelen. Wij denken echt precies hetzelfde. We hebben letterlijk nooit ruzie. Gewoon echt nooit. Nou, ik geloof jullie wel. Jullie zijn helemaal eensgezind. Eén mind. Jullie hebben het goed gedaan. We gaan door naar de biecht. We beginnen met de eerste zonde en dat is hebzucht. Jullie maken verre reisjes, dragen dure merkkleding en zien er altijd tiptop uit. Hier hangt echter wel een prijskaartje aan. Nu vragen wij ons af, hoe bekostigen jullie de levensstijl? Is dat volledig met YouTube of hebben jullie gewoon rijke ouders? Allebei. Nou, we hebben het wel gewoon goed, maar we kopen onze kleding natuurlijk ook gewoon wel zelf en zo. Ja. Ja, want jullie werken ook gewoon. Het is wel echt een carrière, toch? Ja, precies. Maar toen jullie begonnen, konden jullie dat toen ook al betalen of is het iets wat echt later is gekomen? Nou, we begonnen ongeveer met YouTube. Hoe oud waren we toen ongeveer? 11 of zo. Toen liep ik ook nog niet echt met merkkleding of zo. Nee. En als je er zelf voor werkt, dan vind ik dat je wel gewoon soms wat moois mag kopen. Mijn eerste echt mooie item heb ik ook echt zelf gekocht. Ja, welk item is dat? Ik denk mijn Balenciaga tas. En hoe duur was het? Duur. Ja? Krijgen jullie nog zakgeld en kleedgeld of zijn jullie helemaal Ja, ik krijg nog wel zakgeld. En hoeveel zakgeld krijgen jullie? Even nadenken. Het was laatst veranderd. Ben je vergeten hoeveel zakgeld je krijgt? Dat zou ik echt niet kunnen vergeten. Ik krijg nu €65 per maand. Nou, dat is best redelijk, toch? Ja. En jij? Tim? Ja, ik volgens mij ook al zoiets. En de rest van jullie gewoon allemaal zelf? Ja. Dan gaan we door met luiheid. Jullie hebben laatst een video geüpload waarin jullie een week op jezelf gingen wonen. En dat zag er zo uit. Wij gaan samen wonen! Moet je eerst dweilen of eerst stil zijn? Nee, moet ik eerst dweilen? Doe jij! Ja, lekker chaos. Ja. Dit is letterlijk hoe het gewoon de hele week die 4 dagen of zo, was het zo. Ja, dat geloof ik. En Jade, wat is de grootste ergernis aan het samenwonen met Gina? Ja, nou ja, ze is gewoon lui. Nee, dat niet. Je kan het wel. Maar ze heeft geen zin om schoon te ruimen. Dat is wel een beetje de definitie van luiheid. Ja. Ik weet niet. Als je met elkaar woont en alles plakt, dan wil je wel gewoon het een beetje schoonmaken. Dan ben ik wel van, oké, dan doe ik het wel. Ja, ben jij meer het moedertje in de vriendschap? Ja, misschien wel. En nog ergernis aan Gina? Als huisgenote? Oh, nee.
Oh, dat is echt wat lief. Super aardig, oké. Okay. Jullie experiment is op een gegeven moment wel een beetje geëscaleerd. De politie moest er zelfs aan te pas komen. Vertel, wat was er aan de hand? We hadden zo'n intercom, dat zo heet het toch? Zo'n intercom. Ja, voor de deurbel. Maar hij was best wel oud en hij deed het gewoon letterlijk niet. En wij, het was op een gegeven moment gewoon best wel laat. En we hadden gewoon een box aan, maar het viel wel mee, weet je. Het is niet dat je denkt, politie moet komen, zo hard is het. Nee. Maar het was een intercom buiten en je hoort gewoon al je gesprekken op straat. Shit. En het is echt best wel hard, ja. Hè? En de politie heeft ook 5 minuten voor de deur gestaan en gewoon alles gehoord wat we aan het zeggen waren. Het was echt, oh mijn god, wat moeten we doen? Ja, ik moet even door. Wow, en toen, want toen kwamen ze binnen, hebben jullie nog een boete gekregen? Of? Nee, een waarschuwing. Ze dachten natuurlijk eerst gewoon, omdat het best wel luid was op straat, dachten ze eerst van echt een heel feest. Maar toen ze binnenkwamen, waren ze echt van, oh, oké. Oké, maar wel heftig. Ja, geschokt, hè? En volgens mij zit er best wel een groot team achter Girlies Blog. Jullie gaan ook gewoon nog naar school, toch? Zo? Ja, gaan ook nog naar school, ja. En hoeveel mensen zijn er nodig om een video van jullie te maken? Nou, vloggen doen we zelf. Maar we hebben ook een cameraman en een soort van producent. Jill? En die helpt een beetje met ideeën bedenken. Ja, precies. Ja. En het editen? Dat doet ook de cameraman. Ah ja. Ja. En is dat iets wat jullie zelf op een gegeven moment ook zouden willen doen? Nee. Nee, het is wel meer echt het vloggen en... Ja. Oké, nee, duidelijk. Jade, jouw moeder is ook de baas van het managementbureau waar jullie bij zitten, toch? Ja, soort van. Ja, ze doet meer de e-mails en zo, dus een beetje de zakelijke kant helpt ze heel erg mee. Want als ik op school zit, kan ik niet al die e-mails beantwoorden. Nee, logisch. En nee, dat is eigenlijk wel fijn, want dan thuis dan is het gewoon van, oh, dit en dit wil samenwerken, vind je dat leuk? Ja. Dat is wel leuk. Natuurlijk zijn jullie dan wel het gezicht van Girlies Blog en jullie mogen denk ik ook alle leuke dingen doen. Ja. Voelen jullie soms schuldig omdat jullie zo succesvol zijn, maar dat jullie niet per se zelf al het werk hoeven te doen? Zoals het editen en de zakelijke kant. Onze moeders vinden het ook wel gewoon leuk om te helpen. Want ze vinden het natuurlijk ook gewoon leuk voor ons. Mm-hmm. Dus niet per se eigenlijk. Nee, en ook zonder als het... Zeg maar, als wij niet konden editen, dan waren we ook niet zo ver gekomen als nu. Dus we doen het ook een beetje samen met z'n allen. Dan gaan we naar de zonde jaloezie. Jullie hebben een leventje dat niet veel 15-jarigen leven. Jullie zijn bijvoorbeeld te vinden bij Fashion Week, festivals als Coachella. Maar jullie weten ook de clubs van Amsterdam onveilig te maken. Ik vraag me af, hoe komen 2 15-jarigen op dit soort plekken? Make-up, kleding. Is dat het? Moet je geen ID laten zien of komen mensen hier niet achter? Jullie zijn ook bekend, toch? Ja, als we ergens willen komen, dan komen we er. Als we het echt graag willen. Ja. Gewoon een hele sterke wil. Ja, en gewoon zelfverzekerd. Altijd ik kan het altijd proberen. En drinken jullie ook alcohol? Ja, soms. Vinden jullie ouders dat oké? Okay? Ja, we hebben afspraken gemaakt en zij vinden het ook gewoon... Ze weten het en ze vinden het niet heel erg als ik maar mijn grenzen ken. Ja, precies. En wat zijn die grenzen? Want dat lijkt me best wel moeilijk. Om nou, niet dat je... Niet dat je constant op straat ligt. Nee. Dat is wel dat goed, is niet hè? Nee. Want we hebben nu gewoon afspraken dat we 1 of 2 keer in de maand mogen. Oh ja. En stel je voor, je ontmoet iemand tijdens het uitgaan. Ben je dan eerlijk over je leeftijd? Want er zijn toch vaak, denk ik, veel oudere mensen. Ja, ik denk wel dat uiteindelijk als je dan bijvoorbeeld je Instagram opzoekt, dan zie je ook dat je minderjarig bent. Dus... Hoe oud je bent. Ja. Dus dan zeg je dat wel gelijk. Ja, volgens mij hebben we altijd wel gewoon eerlijk gezegd, toch? Ja, volgens mij wel. Volgens mij ook wel. Dan gaan we naar de volgende. En dat is lust. Jullie hebben laatst een video geüpload met 2 jongens. Jali en Dani. In de comments vraagt iedereen of jullie een relatie hebben. Zijn dit jullie vriendjes? Nee, het zijn niet onze vriendjes. Zo vaak en zij kregen ook zoveel volgers en zo. Het was niet normaal. Het was echt heel grappig. Nee, ik ken Jali al sinds ik heel klein ben en Dani ken ik ook wel heel lang. Ja. Dus zit je meer in die friendzone. Ja. En zij hebben ook niet een klein oogje op jullie, want ik zou het wel weten. Ik weet niet, Jali daar vragen. Zo geheimzinnig. Nee. Hebben jullie eigenlijk een beetje dezelfde smaak in jongens? Nee, echt nul. Soms. Ja, heel soms. Soms. Ik vind A$AP Rocky echt een superleuke kledingstijl zo hebben. En Gina vindt dat weer helemaal niks. Nee? Hij ziet er wel wat is jouw type? Ja, gewoon echt wel blond en zo. Ik vond Leonardo DiCaprio toen ik klein was zo knap. Oh, way back. Ja. Zo knap. Nou, jullie hebben goede smaak in jongens hoor. Ik ben het er helemaal mee eens. Dan gaan we naar de volgende. En dat is ijdelheid. Jade, jij hebt een tijdje geleden deze foto geüpload. En de caption is, zero problems at the moment. Ja. Waarom vond je het zo belangrijk om dit te posten? Ik heb vitiligo daar. Nog steeds trouwens. Dat zeg maar dat je op sommige plekken, de witte plekken, daar heb ik geen pigment. Dus als daar zon op schijnt, dan wordt dat niet bruin. Mm-hmm. Ik heb dat al sinds ik 4 ben. En eigenlijk heb ik niet echt over nagedacht om te laten zien van nul problemen hiermee. Maar het is ook wel om te laten zien dat niemand echt perfect is of dat iedereen wel wat heeft. Ja. Om veel meisjes er ook mee te helpen.
En wat heeft jou geholpen om je huidaandoening te accepteren? Winnie Harlow, heel erg. Ja. Ja, want mijn moeder heeft het ook, alleen die had dat helemaal niet, zeg maar, zulke voorbeelden. En toen liet ze het aan mij zien. Toen dacht ik, oh wow, weet je wel. Zij heeft superveel volgers en iedereen vindt haar heel knap. En al mijn vriendinnen, die zeiden ook altijd van, oh, je bent wel gewoon knap. Ik vind het hartstikke mooi, dus... Ja, een beetje mijn vriendin en Winnie Harlow. En jij eigenlijk nu ook, want ik denk voor andere meiden die dit hebben, die zien dat jij ook dit soort dingen hebt, die voelen zich daar denk ik ook beter door. Ja, super, ja, nice. Dat, ik hoop ook wel dat ik hun daarmee kan helpen, zeg maar. Ja. Ja, maar wat ik me wel afvraag, want jullie hebben zo het perfecte leventje, denk ik wel. Veel meiden van jullie leeftijd kijken wel naar jullie op. Maar zijn jullie ook onzeker over dingen? Ja, tuurlijk, iedereen wel. Ja, je hebt altijd wel onzekerheden, maar... Ik heb niet echt over mijn uiterlijk dat ik af en toe denk van, oh, ik vind het echt voor mijn vlekken, oh, vind ik echt jammer. Nee. Ik heb gewoon iets van, ja, dat ben ik en ja, dat is gewoon zo. Ja. Ja, maar ik heb wel altijd dagen dat ik denk, oh, dat is te groot, mijn neus te groot, ja. Mijn ogen zijn te klein, maar dat heeft iedereen, ja, wel. Ja, van die dagen, maar dan denk ik, oké, volgende dag wordt het alweer beter. Ja, toch? Ja. Nou, een beetje positief blijven. Ja. Dan gaan we naar de laatste zonde. Laatste en dat dan is gulzigheid. Jullie worden binnenkort 16. Dit moet het ziekste feest van het jaar gaan worden. Vertel, hoe gaat het eruit zien? Neem me mee. Nou, het lijkt ons dus superleuk om samen te doen, maar ja. We willen natuurlijk geen 1,5 meter feest. Dus we hopen dat het dan gewoon allemaal weer normaal is. Maar oké, stel corona was er niet. Hoe ziet jullie Sweet 16 party eruit? Nou, gewoon echt een super vette ruimte, ja, en zo. Echt groot en gewoon echt al zijn vrienden. Leuke muziek, al zijn vrienden. Dus voor hoeveel mensen hebben we het dan? Nou, echt wel... Nou, ik denk dat we echt wel op 150 zijn. 150. En artiesten gewoon... die jullie gaan boeken? Ja, dat lijkt me echt leuk. Ja, daar moeten we even goed over nadenken. Dat willen we sowieso wel. Ja. Wie staan op jullie lijstje? Misschien kijken ze wel. Dan kun je ze alvast even warm maken. Zeg het maar hoor. Ik vind het wel leuk als jullie op kleine komt. Ik vind hem echt heel leuk. Ja. Dan krijg je denk ik wel meer dan 150 mensen die een uitnodiging willen. Ja, dat denk ik ook. Oké, dames, het biechtok zit erop. Dankjewel, ladies, voor jullie eerlijkheid. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dit was het weer, maar blijf vooral hangen. Later!